Mijn eerste contact met wachtlopen, dat was nadat ik was aangekomen in mijn raketeenheid in Brakel tegen Kassel. En waarom moest ik wachtlopen? Ah, ik was net aangekomen, ik werd gepistoneerd. Prachtig woord in het leger, gepistoneerd om als dikke bleu op het organigram de wacht te gaan verzekeren. Ik liep daar dan moederziel alleen, met eigenlijk totaal geen enkele serieuze opleiding daarvan, moest ik langs de draad lopen aan de binnenkant van de kazerne met een geweer over de schouder. En ik had kogels meegekregen, waar dat was van uitgelegd dat dat geen echte waren, maar iets met een houten kop die zou versplinteren. Steek dat in uw zak of wat. Dat was eigenlijk allemaal niet zo problematisch. Dat is dan kort nadien helemaal op zijn kop gezet. Ondertussen was ik dan in Keulen beland. Want toen, 1972, in die zomer, is er de aanslag geweest op de Olympische Spelen in München op de Israëlische atleten. En dan was natuurlijk, dan brak de hel los. Dan bleek dat er dus toch wel een serieuze dreiging in de lucht hing. Baader-Meinhof stak toen ook de kop op. En dan was het in één keer echt wel menens en werden de losse flodderkogels vervangen door echte kogels. Ik heb beval geweigerd. Dat was. Ik was juist van wacht geweest. Ik was de vrijdagavond, om 5 uur werd de wacht verwisseld. Op vrijdagavond was ik afgekomen en de zaterdagmorgen komt de sergeant van Week mij vragen om van dienst te zijn. Maar ik zeg, ik kon dat niet doen, ik kom als juiste van de wacht. Ik ben 24 uur vrij. Ik hang door een briefkant, prikbord van de kapitein en daar staat erop dat ik 24 uur vrij ben. Ik kon het niet doen. Ik zeg, maar het is een bevel hoor. Maar ik zeg, ik kon het niet doen. Ja, ik deed het niet. De maandagavond was het rapport van de commandant. De eerste die moest komen, korporaal De Meijer. Ja, ik doe het toe, tot de orders, kapitein. Korporaal De Meijer, heb ik bevel geweigerd? Ja, maar ik zeg, het hangt de briefkant aan bord. Dat ik dat niet moet doen, dat ik vrij van dienst ben, 24 uur van u. Ja, zegt hij, maar het is het laatste bevel dat moet uitgevoerd worden. Dat is strafbaar, bevel weigeren. Ik zeg, mag ik dan een klacht indienen tegen de sergeant? Ah nee, mag dat ook niet doen, dat is strafbaar. Maar je mag die overte niet controleren. Ah ja, ik zeg, ik ga je moeten straffen. 4 dagen kamerarrest. Nog iets tot uw orders, kapitein? Nee, je kunt aan. Dank u. En wij moesten door de bossen, en ik kan u verzekeren, bij nacht zijn de bossen in Duitsland heel donker. Die zijn pikzwart. Dus wij moesten naar een bepaald coördinaat gaan aan de hand van een landkaart. Dat hadden we ondertussen ook geleerd, kaart lezen. Goed, dus met veel gezwier en gebots en gedraai komen wij aan op de coördinaten. Maar staat daar? Staat daar een jeep met een blauwe wimpel? En dat wisten we dan ook al, de blauwe wimpel. Dat was dus het hoogste van het hoogste bij het leger. En dan wordt daar leuk, doodleuk gezegd, de keuken, die is verplaatst, want die ligt onder vijandelijk vuur. En die is verplaatst naar volgende coördinaten en je krijgt gewoon nieuwe coördinaten. Dus dat betekent voor mijn jongens, want zo noemde ik dat dan, voor mezelf, geen eten. Dus op naar de volgende coördinaten, weer hotsen en botsen door dat bos. En wij komen uiteraard aan die coördinaten weer, op dat punt. Staat daar weer zo'n jeep met zo'n blauwe wimpel. Want de veldkeuken ligt nog altijd onder vuur en is terug verplaatst. Ze hebben ons zo 3 keer gehad. De 4e keer liever, stond inderdaad die veldkeuken daar. En dat was, halleluja, dat was iets. Wij kregen eindelijk eten.
En de moraal van als dat verhaal is, dat wij dan de waarde van een soldatenkoek hebben leren inschatten.